De zaadlozing is anders dan voorheen, wat wateriger, maar voor het gevoel verandert helemaal niets. He, dus het enige verschil is, er zitten geen zaadcellen in het sperma. En dat is het verschil voor en na de sterilisatie. Maar voor het gevoel van seks is niks veranderd. Nee, dus het enige wat na een vasectomie verandert, is dat het vocht wat bij het klaarkomen naar buiten komt, wat sperma is, eigenlijk geen zaadcellen meer bevat en daardoor wat wateriger wordt. Dus voor de sterilisatie zal het wat stroperiger zijn en na de sterilisatie zal het weer wat wateriger zijn, omdat er eigenlijk alleen nog prostaatvocht naar buiten komt en geen zaadcellen meer. Die zaadcellen die blijven in de testikel en worden langzamerhand steeds minder en de productie stopt na 5 à 10 jaar. Maar de zin in het vrije na een sterilisatie verandert totaal niet. Geen invloed. Ja, dus het enige wat er gebeurt is blokkade van zaadcellen, maar geen invloed op de hormonen en ook geen invloed op de zin in het vrije. Dat verandert niet. Het enige is een wat waterige substantie bij een zaadlozing ten opzichte van voor de ingreep. De testikel, de bal, die produceert aan de ene kant hormonen. Die blijft gewoon doorgaan, die productie. Aan de andere kant de zaadcellen. En die productie gaat omlaag in de jaren na de ingreep. Maar het hormoongehalte blijft gewoon op hetzelfde peil als voor de ingreep. Overigens, in de jaren dat je ouder wordt, gaat je testosterongehalte wel langzaam wat omlaag. Maar dat is een natuurlijk proces en heeft dus niks met de sterilisatie te maken.